Hallo, ik ben Jan-Willem van voorbeter.nl en tijdens de komende videoles gaan we kijken naar elementaire deeltjes. Elementaire deeltjes zijn de deeltjes waar de elementen uit zijn opgebouwd. En de elementen staat binnen de scheikunde eigenlijk gelijk aan de verschillende atoomsoorten. Oftewel, een element is redelijk vergelijkbaar met een atoom. Goed, wat kunnen we hier nu mee? Eigenlijk het volgende. Als we een atoom hebben, dan bestaat die uit verschillende delen. Het moet al bekend zijn dat elk atoom een kern heeft. En dat om die kern... En daar kom ik in een andere les uitgebreider op terug. Om die kern een wolk zit. Goed, als we de kern en de wolk hebben, dan hebben we een beginnetje. Maar we zijn nog niet helemaal. Namelijk, deze dingen in een atoom bestaan uit nog kleinere deeltjes. En die nog kleinere deeltjes, dat zijn in de wolk. De elektronen en in de kern de protonen en de neutronen. Goed, nu we weten waar de deeltjes in ieder geval zitten, ga ik verder met de uitgebreide omschrijving wat elk deeltje nu is en wat elk deeltje nu doet. En de eerste stap daarbij is dat we gaan kijken naar het elektron. Elektronen kennen we vanuit de natuurkunde misschien al. En het zijn eigenlijk de deeltjes die heel makkelijk kunnen overspringen. Die van atoom naar atoom naar atoom kunnen springen desnoods om een elektrisch stroompje te laten lopen. Maar elektronen, om dit te kunnen doen, kunnen we eigenlijk zeggen, die zitten los. We kunnen ook zeggen dat ze in de wolk zitten. Want juist doordat ze in die wolk zitten en dat ze om de kern heen zweven, vliegen ze heel makkelijk weg alle mogelijke kanten op. Dus ze zijn er wel, maar ze zijn niet zo heel belangrijk. Waar ze wel aan herkenbaar zijn, is dat ze in ieder geval een negatieve lading hebben. Maar massa van bijna nul. Ik zet het even hierboven nog. Lading en massa. Dus elektronen hebben een negatieve lading. Dat zijn de deeltjes die gewoon ergens omheen vliegen. Vliegen alle kanten op. Maar de massa van die deeltjes is bijna nul. Niet helemaal nul. Maar het zit er heel dicht tegenaan. En voor de berekeningen, zowel op HAVO als VWO, mag je ervan uitgaan dat ze massaloos zijn. Zodra je bij de natuurkunde gaat werken, moet je er wel rekening mee houden. Dan hebben ze af en toe wel een massa. Anders dan is het hele stuk met magneetvelden best wel moeilijk op te lossen. Goed, ander deeltje dat we hebben is het proton. Het proton is een deeltje dat in de kern zit en het is tegelijkertijd een heel belangrijk deeltje. Het proton is eigenlijk het belangrijkste deeltje binnen elk atoom. Waarom nu? Omdat proton plusgeladen is. En een proton heeft een massa en die massa
geef ik even nu een waarde van 1. Waarom het belangrijk is, kom ik zo eigenlijk op terug. Alleen, wat wel een vervelende eigenschap is, de protonen zijn plusgeladen. Dus als ik een kern heb, dan zitten daar verschillende positieve deeltjes in en die zitten tegen elkaar aan. Alleen positieve deeltjes die tegen elkaar aan zitten, dat kan eigenlijk niet. Die zullen elkaar altijd een beetje proberen af te stoten, waardoor de kern instabiel is of wordt. Daar hebben we gelijk het laatste deeltje voor nodig. Namelijk het laatste deeltje is het neutron. Het neutron zit ook in de kern, alleen het heeft geen lading. Het heeft overigens wel een massa, maar het heeft geen lading. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat een neutron kun je eigenlijk zien als de lijm die de kern bij elkaar houdt. Deze twee plusdeeltjes die elkaar afstoten, als ik daar twee neutronen bij zet, en dan moet ik zorgen dat die ook op het andere bord zichtbaar is, dat ik dus twee deeltjes heb die elkaar heel sterk afstoten, dan kan ik de twee neutronen pakken en die twee neutronen zullen ervoor zorgen dat alles toch lekker bij elkaar blijft. En dat is eigenlijk de basis van een neutron. Goed, ik zou er alleen nog even op doorgaan waarom een proton nu zo ongelooflijk belangrijk is. En daarvoor doe ik een heel korte introductie op het Schillermodel. En daar ga ik in een volgend filmpje mee verder. Eerst even dit allemaal weg. Goed, laatste stap is eigenlijk dus, waarom is een proton nu in de basis zo belangrijk? Dat heeft ermee te maken dat als je één proton hebt, dan wil een deeltje altijd neutraal zijn. Dus bij één proton heb ik maar één elektron dat er omheen kan zweven. Als ik nu een tweede proton neem, dan heb ik natuurlijk ook gelijk wat neutronen nodig als lijm. Maar met een tweede proton is er ook een tweede elektron nodig. En met een tweede elektron gaat de wolk er heel anders uitzien, krijgt hij een heel andere lading. En het resultaat is dat dit ineens, omdat ik twee elektronen heb, dat ik ineens een andere stof heb. Als ik hier een neutron bij zou stoppen, dan wordt het geen andere stof. Dan wordt het een stof die zwaarder is. Dit heet een isotoop. Dat betekent alleen maar, ik heb een plusdeeltje en misschien iets te veel lijm ertussen zitten, waardoor het wat minder stabiel wordt. Ik kan ook zeggen van, stel ik doe er nu een elektrontje bij. Als ik een elektron erbij doe, dan heb ik een ion gekregen. Maar nog steeds hetzelfde aantal protonen, wat in de natuur erop neerkomt dat het hetzelfde atoom blijft. Dus, kort samengevat, protonen zorgen voor de atoomsoort. Neutronen zorgen er hoogstens voor dat ik misschien een ander isotoop heb van die atoomsoort, maar het blijft
dezelfde atoom, of het blijft hetzelfde soort atoom. En de laatste stap, een elektron, of de elektronen, zorgen alleen maar voor de lading. Als ik een elektron te veel heb, wordt het negatief geladen. Heb ik een elektron te weinig, dan wordt het positief geladen. Dus de elektronen zorgen er alleen maar voor dat ik een ander ion heb. Goed, dit was de introductie op de verschillende elementaire deeltjes. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je hier al iets aan gehad hebt.